We gaan vandaag een broodje maken, maar niet gewoon een simpel broodje. We gaan een delfinbroodje, noem ik dat, uit een boek van Delfin. Ik ga haar direct al voorstellen, ze staat hier toch bij mij. Ze zijn kei content. Ja, ik ben blij dat je mag komen. Wat een eer. Ja. Dus we gaan het maken, maar ik ga eerst even Delfin. Het staat in het boek hashtag fitfood. Het staat hierin. Heel lekker. Een heel top boek ook. Met heel veel inspiratie dat ik er al uit heb gehad. Maar ik ga vooral nu even Delfin aan het woord. Waarom dat we dat niet gewoon een simpel broodje gaan doen. We zijn in ook noten en zaden erbij. Waarom dat we dat eigenlijk niet met bloem gewoon doen. Ja, het is eigenlijk een broodje die koolhydraatarm is. Hé. Dus het is eigenlijk voor onze slanke lijn heel goed. Het zit boordevol noten en zaden, pitten, eieren en ricotta. Dus hier vind je dus inderdaad geen gist of geen bloem. Het is enkel zaden, noten, ricotta en eieren. Wat heel bizar klinkt in het begin. Hé. Maar het is ook wel interessant ook voor mensen die glutenvrij enzovoort. Glutenvrij. Want dat is een hele... tof gegeven daarin. Absoluut. Nu, in het boek staat eerst en vooral de oven voor warm. Dat is al gebeurd. Hè. Mm. In het boek staat dat je amandelmeel kan gebruiken. Maar ik gebruik heel gemakkelijk mezelf amandeltjes. Maar ook hazelnoten. En de hazelnoten heb ik iets anders gedaan. Dus ik doe niet gewoon de hazelnootjes erin. Nee, ik ga mijn hazelnoten heb ik al op een bakpapiertje. 15 minuutjes, maximum pakt 12 à 15 minuten op 180 graden. Gewoon ze in de oven gezet. Ik heb ze eruit gehaald en de bedoeling is van dat in de oven te zetten, is dat dat velken er voor grotendeels afgaat. Niet overal. En ook de smaak is de beter? De smaak is beter daardoor. Nu, je laat ze dan heel eventjes afkoelen, hè, dus na die 15 minuutjes, 12 à 15 minuutjes. Je legt ze dan op een handdoek. Ja, ik ga het nog even, ik heb de laatste hierin. En je gaat ze gewoon de handdoek toedoen en zo even wrijven. Ja? En dan gaan we zien dat er dus, je ziet dat ook, dat er heel veel van die dingetjes af. Ik doe dat nog eens even met mijn handen zo en ik leg ze erin. Ik doe dat, ik kom van de winkel, ik doe dat zo op die manier, omdat ik ze liefst zo gebruik. Want dat is ook een andere smaak. Ja, dat valken heeft zo'n, welke soort smaak is dat? Geen aangename smaak. Ja, als dat velletje eraf is, is dat wel echt veel beter. Overal de velletjes krijg ik er niet altijd af. Ik ben een gedeelte doen erin, maar dat heeft zo een beetje een rooksmaak en bepaalde gerechten vind je dat niet zo, niet zo lekker. Er zijn ook veel mensen die allergisch zijn aan dat valken dan. Hè? Okay. Ja, en die moeten wel blijven wrijven. Ja, die moeten wel echt zorgen voor hele blanke hazelnoten. Hazelnoot. Je kunt het natuurlijk ook blank kopen soms. En je kunt ook hazelnootmeel kopen, dat kan ook. Hè. Dus dat is zoals je zelf wilt. Maar puurder is dit. Hè, ja. En met de Thermomix kunnen ze eigenlijk op die manier verwerken. Maar je ziet dat daar heel wat af is. Hè. Dat is op die manier. Goed. Dus dat is al het begin. We gaan die noten eerst mixen. Ik ga dat eventjes opzij leggen. Voilà. De weegschaal daarvoor opzetten. Dus swipen naar links. We gaan de weegschaal opzetten. En we gaan 30 gram amandelen erin doen. We zien dat wel de weegschaal op 0 staat. Ik zijn veel te veel. Ik ben weer te hevig. Hè. We er zo geraken. Oh my god. Perfect. Dat kan nooit bekeren. Je bent een weegschaal op jezelf. Ja, voilà. Oh, Sabrina. 20 gram hazelnootjes. Je ziet, ik heb er veel meer, maar ik gebruik dat in vele andere gerechten ook. Dus ja, perfect. Voilà. En nu gaan we dat mixen. Tot hazelnoot-amandelmeel. Ja, ja. Dus dat kunnen gewoon op snelheid 10. Verschiet niet, dat maakt lawaai. Hij hoort het al, hè? Ja. Meestal is 10 seconden snelheid 10 al genoeg. Ja. En je hoort dat dat eigenlijk genoeg is. Vers gemalen amandelhazelnootmeel. Ja, dus de camera kunnen zien dat alles... En dat ruikt ook fantastisch. Ik heb het ook eens helemaal verder en dan wordt dat zo
Dus die zocht zo'n paad zo. Ja, ja, zalig. Ik kan er eigenlijk ook al... Daar heb ik nu een choco, vind ik. Ja. Dat is fantastisch. Dus als je verder zou mixen, wordt het eigenlijk een soort pasta. Paad. Zo'n beetje paasachtig. Ja, eigenlijk dan voor op de boterham te smeren, zou dat ook lukken. We gaan ricotta toevoegen. Dus een 125 gram. Met z'n anderen doen. Iets te veel, maar dat kan ik kwijt. Dus voilà. Zo, dan 3 eitjes. De eiwitten. Ja. Zo. Ga even moeten gaan spieken, want nu hebben we wat. 5 seconden snelheid, 5, alles mooi mengen. Dat gaan we eerst doen en dan de zaadjes erbij doen. Dus 5 seconden. Snelheid 5. Zo. Gaan we terug de weegschaal opzetten zo dadelijk en alle zaadjes erin doen. Ja. We gaan wel eerst daar naar beneden schrapen, want... Het is een eeuwige madame, zijn delfine zoals wij. Hè? Die hoort bij onze bezoek. Ja. Weegschaal. Voilà. 30 gram chiazaad. Ja. Leenzaad ook, hetzelfde. Vroeger zei Steven altijd, dat is de vogelzaadkast. Al die dingen, die zaadjes zie ik altijd in. Hè. Ja, maar vogels zijn zeer gezond. Ja. Ik heb eens iemand gehad, die een visser... En hij had hennepzaad gemengd als vis eten. En ik dacht, amai, die vis niet super gezond. Ja, ja, zegt hij, die eet eigenlijk gezonder dan ik. Ja. 30 gram lijnzaad. Lijnzaad heeft het voordeel ook dat hij geen binding gaat geven. Dat is het voordeel aan lijnzaad te gebruiken. Pompoenpitjes. Oh, ja. Dus deze hebben we gehad. Ja, je moet mijn doog hebben, hè. 30 gram pompoenpita. Ik gebruik dat ook heel graag in gehakt pompoen. Dat is echt heel lekker. En zoals afwerking is dat ook een leuke gegeven. Ziet er ook mooi uit. Ja. Hè? Zonnebloempitten zijn er ook 30 gram. En die smaken van die noten zijn wel fantastisch. Hè? Ook met kaas is dat. Ideaal. En dan 30 gram vloerzaadvezel. Dat is iets speciaals, vind je, in de bio-winkels. Maar heeft dat juist als functie eigenlijk beter aan jou laten dus uitleggen? Het helpt de darmen, het is voor de vertering ook heel goed. Het is bindend, het zal ook je broodje binden en wat steviger maken. Het is zeer goed voor de darmen. Je had beter van naar het toilet kunnen gaan. Dus, een stevige stoelgang ga je krijgen, een makkelijkere stoelgang. Zo. En dan nog bakpoeder. Zo, een koffielepeltje. Een half koffielepeltje, dan ruimschoots voldoende. En dan goede zeezout. Dat maakt ook een verschil, hè? Verschillende soorten zout. Ja, bij meneer in het gaba heel lekker zout. Van iets beter kwaliteit, maar dat is belangrijk. Niet belangrijk, hè? Ja. Goed. Zout is niet gewoon zout, hè? Nee, voilà. We gaan nu, en dat heeft Delphine nog niet gezien, er is ook een D-functie. Hè? Dus als je naar het hoofdscherm ziet, het swipen naar links, we hebben al de weegschaal gehad, maar er bestaat ook een D-functie. Dus we duwen op deeg. Dus je kunt alles erin doen. En bijna alle broodjes hebben een 2 minuten, 3 minuutjes. Maar met deze, eigenlijk op 1 minuutje, die functie zou normaal gezien moeten alles klaar zijn. Dus aan gewoon 1 minuut. Je duwt op het graantje en je draait. En die gaat het eigenlijk hetzelfde doen als dat je zo. Ah, cool. Het is volledig geprogrammeerd, hoort het, hè? Dat gaat naar links, naar rechts en dus op die manier. Amai, ja. Dat is echt wel heel praktisch. Leuk. Ondertussen ga ik een klein beetje opruimen. Ja. Zo. Je ziet dat structuur. Amai, ja. Dus dat is echt een heel ander gegeven. En het is wel praktisch dat je niet
dat helemaal in hun handen. Het enige dat je nu nog moet doen, is eigenlijk echt effectief dat in de vorm kunt doen. Nu, ik heb zo speciaal bakbroodjes, want straks is de bedoeling dat we daar, we gaan ook tomatenpesto maken, dat we dat er mooi in, dat daar mooi in vorm kan gelegd worden. Dat is eigenlijk wel een handig dingetje dat we ook in ons gamma hebben. Ik ga een klein beetje olijfolie gebruiken, voor op het aanrecht, dat we dat ook straks gemakkelijker kunnen afhalen. En ik ga zowiet de raad van tante Kaat, nee, maar de raad van tante Sabrina, om dat er gemakkelijk uit te halen. Want dat is iets dat soms wel mensen zeggen, oh, krijg je dat er niet gemakkelijk uit. Eerste vraag, je kunt die mengbeker dus losmaken. En je kunt dat laten vallen ook natuurlijk. Je duwt dat naar beneden. Oh my, ja, kijk. En dan heb je alles mee. Dan heb je alles mee. Kijk. En dan kan je alles er zo uithalen. Ja. Wat je ook dan nog kunt doen, want als aan dat mes nu heel veel aanhangt, nu met dit valt dat mee, maar bijvoorbeeld een ciabatta broodje of zo, is dat gemakkelijk, dan zit het daar aan te prutsen. Kan je eventueel dit er terug insteken. En weet je nou dat we er straks ook gebruik hebben, een turbo? Ja. Dan gaat eigenlijk alles wat aan dat mesje hangt, ga dan aan de zijkant. En dan kan je veel gemakkelijker zonder je handen pijn te doen. Het geheel proper krijgen. Zo, kijk, hè. Terug op het huisje duwen. En dan ga je zien dat alles aan dat mes hangt, gaat aan de zijkant. En dan heb je zeker alles mee. Dan heb je alles mee. Hè? Zie je? Handig. Want anders de helft van jouw deeg zou dan... Ah, kijk, voilà. Dus dat is het praktische. En ook voor te reinigen van je mengbeker is dat wel heel tof. Ja. Zo. Ja, we hier eventjes opzij zetten. En nu is het gewoon mooie broodjes maken. Ik ga altijd één geheel. Ik heb hier dan zo een gemakkelijk vormje ervoor. Huppla. Ik maak ze nu niet direct in één. Ik vind dat wel leuk om kleine broodjes te maken. Ja. Dus meestal maak ik ze plat en dan ga ik ze zo in elkaar duwen. Ah ja. He? En even rollen. Moet ik helpen? Dat mag, voilà. Dus wat doe je? Zo? Yes, ja, en dan zo maken ze zo eigenlijk zo'n beetje als een worstje in feite. En ik heb hier nog wat zaadjes ook klaar liggen. Dan kun je daar nog van boven zo wat zaadjes op doen. Dat is echt wel heel mooi. En dat is echt wel. Als je zo in de gewone winkel zo van die broodjes met wat zaadjes, ik rabbel dat vroeger toch. Dat ziet er al veel gezonder uit. En zo'n pistoletje met zaadjes erop mag zelf een pistoletje zijn. Je gaat al die zaadjes grijpen. Nou, die ga ik toch. Dat ziet er veel gezonder uit. En dat is gezellig, hè. Ja. Dus ik ga zo even zo erop. Voilà. En ze duwt ze er zo een beetje op. Zie je dat? En dan gaan we ze zo in de oven steken. Wat ook wel tof is aan die zaadjes, is dat dat eigenlijk je maag ook een beetje meer vult. Ja. En het is allemaal plantaardig, die zaadjes. En goed voor onze darmen, hè? Ja. Ik heb nog iemand zo leren kennen die speciaal voor die zaadjes die zei, onze groenten en fruit hebben te weinig vitamintjes en wij moeten in de toekomst meer en meer naar die zaden eigenlijk gaan werken om onze vitamine toevoer binnen te krijgen in feite daardoor. Voilà, super. Zo, zo, zo een beetje als een puntje. Als een punt. Zoals de echte. Hè. Een echt belegd broodje. Voilà. Dus dat gaat zo in de oven. We beginnen met 30 minuutjes en dan gaan we zien hoe ver dat. Want dat gaat ook weer van oven tot oven. Hè? Dus. Zo, de broodjes hebben 30 minuutjes in de oven geweest. Het ruikt hier ook alweer aan fantastisch. Kijk, mooi van kleur. Op die manier. Het beste wat je wel kunt doen is afhalen van het roosterke. Of van het vormke, dat zo zeggen. Waarom? Omdat dat anders van onder wak wordt. Hè? Goed, en dan kunnen we ze zo laten afkoelen. En Delphine heeft een goed idee om dat te kunnen beleggen.
Dus we hebben verschillende spreads om het belegd broodje te beleggen. Een veggie martino, dus zonder vlees. Een homemade kruidenkaas, een bloemkoolsprit. Een yoghurtnotensprit, een beetje zoeter van smaak. Sweetie beetsprit met de rode bieten. En een vispaté. Lekker hoor. Ik vind het superlekker. Een lekker idee. Met groentjes. Ja, dus. Maar je ziet zo'n broodje als je dat presenteert. En er zit niks van bloem in, dus dat is fantastisch. Koolhydraatarm, glutenvrij. Dus en het voelt goed, ja. Dan heb je ook wel direct... Goed voor de darmen. Ja, voilà. Laat het smaken.